Deze week, nu zondag, wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Kleine impressie van mijn emoties. Oh, yes. Eindelijk! Elk jaar schrik ik daarvan. Die koerskoorts, die stijgt, dat is zo zalig. De totale verheuging op die hoogdag. Maar nu, ik heb dit jaar iets besloten. In plaats van hier in mijn zetel leem te liggen wachten totdat de koers op tv komt, heb ik een ander plan. Dit jaar wil ik het allemaal van zo dichtbij mogelijk voelen. Maar echt dichtbij, hè. Ik heb alleen nog iets nodig. Ik neem je mee naar mijn kot. Ja, momentje. Val het op dat ik al even niet gefietst heb. Hallo, beauty. Yes, ik heb een plan. Maar ik ga het eerst nog eens checken bij de wielerautoriteit van Vlaanderen. Zonder zijn enthousiasme is het een no-go. Dag Linde. Dag Karel. Hoe is het? Goed. In het zonnetje, in de tuin. Ja, ik ben in het zonnetje gaan zitten voor u. En zoals je ziet... Uw koersfiets staat klaar. Ja, ik heb een mega plan, Karel. Nu gaat het komen. Nu gaat het komen. Ik ga de Ronde van Vlaanderen rijden in 5 dagen met 5 supertoffe gasten. En dat wordt keigezellig. Dus elke dag de volledige ronde dan? Elke dag 265 kilometer? Ja, nee, het is dus in stukjes. Hè. Dus 1 stukje op maandag, dan het volgende stuk op dinsdag. Dus maandag vertrek ik in Antwerpen en dan vrijdag... Dus, je gaat elke dag zo 50, 55 kilometer fietsen of wat? Eén dag 80 en soms is 40. Ik zit hier in Diksmuiden aan de IJzer. Hè. Er zijn hier oude ventjes die elke dag 90 kilometer fietsen. Zijn jij een beetje lui geworden of wat? Oh nee, jij bent niet onder de indruk. Weet je wat, ik heb ook een plan. Ja? Ik ga u elke dag een extraatje geven. Een extra uitdaging, een challenge. Kunnen we dat afspreken? Ik weet niet. Ik heb een paar leuke dingen in gedachten. Ja? Oké. Challenge accepted. We doen het. Je hebt ook wel heel veel geluk. Het is schoon weer, volgende week ook nog. Het gaat niet te warm zijn, 14, 15 graden. Er gaat niet zoveel wind zijn. Eigenlijk ideale omstandigheden om te fietsen, Linde. Denk je dat ik al veel ga voelen van zo de koerskoort? Oei, mijn fiets is gevallen. Wat valt er om? Je fiets? Kom zeg. Slecht je moet ervoor zorgen, hè. Dat is een kindje, hè, een fiets. Ja. Ah. Oh. Los op mijn bloempot. Dat is niet goed. Maar wat ik wou vragen, denk je dat ik al veel ga voelen van de koerskoorts in Vlaanderen? Maar ik denk dat eerlijk gezegd wel. Hè. Ik bedoel, we zitten in de week voor de Ronde van Vlaanderen. Je mocht ook niet vergeten, woensdag is er dwars door Vlaanderen. Dus we gaan ook al eens gaan flirten met de Vlaamse Ardennen. Dus je gaat het echt wel voelen. En ook door dat mooie weer. Hè. Er gaan heel veel wielertoeristen zijn die... Die u voorbij gaan steken, hè. Voorbij steken? Wat zeg je nu, Karel? Ik heb er mega veel zin in. Echt waar. Ja, jij begint er natuurlijk ook aan, hè, met Vive le Vélo. Waar start je? Waar is de eerste uitzending? Wel, ook in Antwerpen. In Borgerhout, eigenlijk. In Café Mombasa. Oké, tof. Daar gaan wij beginnen, maandagavond. Allee, Karel, doe de schoon proper hemdje aan. Je hebt daar keus achter u, zie ik. Ja, en dan zien we u vanavond op tv. Dat is goed. Tot straks. Goed. Zeg, veel succes, hè. Ja. Voordat je start, je zeenvel vol met uiervet en dan je broek aan. Het kan ook gewoon een Nivea zijn, hè. Dat gaat misschien liggen hebben met kleine. Van die blauwe Nivea. Ja. Echt de blauwe pop. Ja, maar dat is echt je zeenvel helemaal insmeren, hè. Dikke lagen. Ja. Er mag een laagje op staan en dan je broek aan, hè. Ja, geen onderbroek, gewoon echt los in het vet. Met een onderbroek en een koersbroek, niemand. Hè. Linde, nooit doen. Oké, goed. Als je miserie wilt, moet het dat doen. Huh? Dan gaat het niet alleen pijn, dan gaat het niet alleen pijn hebben, maar dan gaat ook beestjes kweken. Oké. Okay. Salut, hè. Doei. Succes, hè. Ja, bedankt. Bye bye. Dus, dit wordt ze. De verkenning van de start in Antwerpen. In 5 dagen met 5 gasten. Tot aan de finish in Oudenaarde. Waar moet ik langs dat parcours zeker eens stoppen? Een toffe mens, een fantastische plek, een goeie caféke of plek voor een bevoorrading. Of een goede masseur die mijn billen kan masseren. Dat wel tijd. Tips, welkom. Ofwel smijt je ze hier in de comments of je mocht mij mailen. linde@1.be. De verkenning kunt je volgen online op 1.
En nu ga ik mijn ketting smeren. Of bellen naar iemand die weet hoe je een ketting moet smeren en dan mijn ketting smeren.